In Nederland krijg je na je bevalling 8 tot 10 dagen kraamzorg. Je leert je baby zelfstandig te verzorgen, je kunt je dagelijkse dingen weer oppakken en natuurlijk kun je dankzij de kraamzorg volop genieten van je kindje. Maar wat als dat nog niet helemaal lukt? Dan is er babythuiszorg. Babythuiszorg biedt ondersteuning in gezinnen met een kindje tot 1 jaar. Deze ondersteuning door gespecialiseerde kraamverzorgenden kan worden ingezet als het gezin tijdelijk niet zelfredzaam is. Onze hulp is tijdelijk. We bieden praktische hulp en hebben een signalerende functie. Als het lichamelijk of psychisch herstel wat langer duurt dan 8 tot 10 dagen, bieden we zorg aansluitend aan de kraamperiode. Maar ook los van de kraamtijd kan babythuiszorg worden ingezet. Onze medewerkers hebben veel expertise op het gebied van het zeer jonge kind. En we zijn een 24-uursorganisatie en daardoor snel en flexibel inzetbaar. Babythuiszorg is ontstaan vanuit de organisaties Kraamzorg het Groene Kruis en ISIS Kraamzorg. Wij werken in Groningen, Friesland en Drenthe en zijn aanvullend op andere zorgprofessionals. Het wordt steeds duidelijker dat de eerste 1000 dagen in het leven van een kind cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling en gezondheid. In deze periode is het gevoel van veiligheid en geborgenheid extra belangrijk. Door onze aanwezigheid in het gezin ondersteunen wij de hechting tussen ouder en kind. We werken samen met geboortezorg, JGZ en het sociaal domein om kinderen de best mogelijke start van hun leven te geven. Nieuwsgierig of we ook iets voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op. We informeren je graag